Langzaam. Ja, ook een heel emo van. Happy birthday, Mandy! Sorry. Ja. Hip in de piep! Hallo! Ik ben 17. 17 jaar! Wat een leven, ik voel me gefeliciteerd! Nou gaan we de slinger stiekem ophangen als je slaapt. Pas jou in. Er zit een vriendje. Dank jullie wel. Ik heb altijd al heel mijn leven op gewacht. Oh, je hebt een nieuwe paraplu gehad. Oh, wat mooi. Oh ja, ik een lampenkap. Het scherm tegen de regen. Oh, is dat zo'n lamp die je bent fotografen? Een studiolamp. En hier doe je dan zo'n doek op. Oh, ik heb wel beleven dan. En dan komt er zo heel mooi licht uit voor mijn video's. Ik weet alleen niet hoe het is. Ik heb wel gezien. Ik ben bang dat ik het kapot maak. Nou, dankjewel. Mensen, het is dus 16 oktober. Ik zei bijna 17 oktober. Maar ik ben dus 17 jaar geworden. En Kiki is hier. Ja, ik word er weer van. Kiki wordt er niet goed van. Nee. Gewoon emotioneel. Niet te doen, jongens. Nee, maar Mandy, happy birthday. Nou, dankjewel. Ik ga zo meteen slapen en morgen ga ik nog meer leuke dingen doen. Dus ik ga dat lekker vloggen. Ik heb dus een leuk dekbed gekregen met cactussen erop. Jullie gaan het allemaal nog zien. Twee studiolampen en een flamingo lipgloss van Topmodel. Topmodel. Lekkere herinneringen aan Topmodel. Geweldig. Maar, Kiki, wat vind jij er nou van? Ik vind het prachtig. Ja, prachtig, allemachtig. Ik ga slapen en vertel jullie morgen meer over morgen. Dus, doei. Bye. Nou, het is de volgende ochtend. Ik heb lekker uitgeslapen. Ik ga me nu even omkleden, want ik heb een heel erg leuk jurkje gekocht. Om die vandaag aan te doen, dus die ga ik eventjes laten zien. Nou, ik sta hier lekker naast mijn vriend de vuilnisbak. Nee, dit is mijn outfit. Ik heb een jurkje aan met bloemetjes. En normaal was ik niet zo van de bloemetjes, maar ik vond deze wel heel erg leuk. Hier zit een soort van gaatjespatroon in en... Ja, het is vannacht ineens super lekker warm. Ineens wordt het echt 20 graden op mijn verjaardag in de herfst. Is nooit geweest, maar een keertje. Anders, leuke verandering. Jurkje komt van H&M en ik heb er nog fans bij aangetrokken. Witte. Nou, ik heb me helemaal klaargemaakt. Mijn hoofd ziet er even iets beter uit. Ik ga nu op naar de trein en daar ga ik Twan meeten. En dan gaan we samen naar Rotterdam. Om daar Quinty te meeten en leuke dingen te doen. Jongens, ik zit in de trein met Twan. Twan, wat gaan we nu doen? Oh, moet ik het vertellen? Ja, ja, wij gaan een dagje Rotterdam. Ja, en wat ongeveer. Gaan we, wat gaan we doen? Eten. Ja, daar komt het ook wel op neer. En we gaan nog naar Virtual Life. Hartstikke leuk. Het nou, het was zo mee. Ja, ik heb wel weer plekjes. Ja, ik heb mooie antennes. Altijd. Hey, Mandy, staat je wifi aan? Voor de connectie opkomen. Koud. Maar in Rotterdam gaan we ook eventjes Quinty meeten. We gaan eerst een taartje eten. En dan gaan we naar Virtual Life. Daarna gaan we pizza eten natuurlijk. Want ja, dat heb ik uitgekozen, want ik hou van pizza. Ja. Waarom doen we dat? Waarom anders, hè? Jij eet pizza. Mandy is pizza. En cactussen. En cactussen. En YouTube. Ja, okay. Dat is mijn leven. Jongens, we zitten bij 10to3. Het staat hierboven. Ja. Okay. Ik zit er echt helemaal niet. Maar we hebben lekkere cupcakejes. Want ja, ik wil natuurlijk even trakteren, want ik ben jarig. En Quinty is hier ook. Ja, dat is voor en ik heb ook een cadeautje. Oh, dat is lief. Ja. Moet ik het filmen? Oh, dat is kijk. Ja. Maar ik kan er niet meer omgaan, dus... Jawel, je moet even... Dit is het. Het ziet er echt leuk uit. Het is goed dicht. Toch wel. Oh, dat is heel lekker. Met dank aan mijn moeder. Heel erg leuk. Oh mijn god, dat is kapot. Nog meer kaktussen. En er zit ook nog iets in. Oh, is dit een cadeaukaart van de Hema? Ja. Oh, wat leuk. Nog een cactus! Voor in de film. Het gaat toch niet van geld. Laatste, nog meer. Ja. Oh! Nou, jongens, kijk even. Een 5. Een 0. Nog een 0. En nog een 0. En waarom zou dat zo zijn, Quinty? Vertel eens! Erg slechte schoolcijfers zijn het wel. 35 punten, nou. Wil jij het vertellen? Omdat je bijna... Bijna 5000 aflezen. Zal ik kijken? Ja. Hoe laat ik nu? Quinty gaat vertellen. Het is 2:10 en je hebt dit moment. 4.915. 15 is weer omhoog gegaan. Ja. Super bedankt. Ja. Heel erg leuk. Oké.
Ik ga me aanvallen. Dat is charmant. Taart eten. Nou jongens, we zijn in het Luxor Theater. Ja. We trekken zo'n kippenhok. Heel veel mensen, maar... En we hebben Saskia en Alwin wel al gesproken. Ja, oh, ik heb leuk foto met Saskia. Hoop ik dat hij leuk is, ik heb hem niet eens gezien. Hier op het water allemaal drijvende bomen. Ik vind het oprecht vet. Jongens, we zijn nu aan het wachten. God, hou je camera alsjeblieft goed vast. Ik ga niet laten vallen. Maar het is echt gewoon oprecht warm. Vind je het ook warm? Maar kind is tenminste goed opgekleed. Ik vind het een beetje koud. Het staat wel even een paar 10 graden warm moeten zijn. Ja, jij bent echt gewoon het maken van een winkelclub, man. Het podium. Het ziet er wel leuk uit. We zitten hier nu in de zaal. Een mooie plek. Het ziet er wel leuk uit. Ik ben Bonnie nog tegengekomen. Ze had me gefeliciteerd en een leuke foto gemaakt. Want Bonnie wist dat ze jarig was. Ja, die had gelezen. Oh, tegen mij. Vertel het. We gaan nu al gewoon kijken, want het heeft geen zin. Ik met zo'n baan. Allemaal gillende keukenmeiden, jongen. Oh, met die jongen. En lekker weer pizza eten, ja. We zijn beland bij de, ik weet nooit zo goed hoe dit heet, een ding waar je hele lekkere pizza's kan eten. Ik hou van pizza. We gaan het nu ook opeten. Alles. Ik praat met volle mond, maar we zullen straks vertellen dat het komt van First Life. Ik ben hier niet goed in.
ook niet. Ik kan ook nooit snijden. Dat is moeilijk. Kauwen, wat kan je dat? En met die 17. En snijd als de beste. Snijd het steeds niet normaal. Mensen, die portret moet echt een koninklijke vork gegeven worden. Ja, doe. Ja. Zo hangt mijn vork vast. Het is niet goed, maar het is gewoon een pen, denk ik. Zo van. Ja, laat misschien even in de reacties achter of jullie het ook zo doen. Nee, niemand dus. Je weet het niet, misschien dan doen mensen dat. Dat gaat wel stoppen in de video, hè? Dat moet je doen. Maar ja, ik moet eigenlijk zo snijden. Ik heb het vandaag geleerd van mijn zeven. Nee. Helemaal niet. Jawel. Maar ik deed het nooit. Geleerd. Ja, ik deed het al even. Mag ik hopen. Dit werkt gewoon niet voor mij. Dit is gewoon mijn greep. Kijk. Hoppa. Ja. Het werkt gewoon eigenwijs. We hebben pizza gegeten. We hebben een ijsje. Maar wat vonden jullie van Geurtje Live? Superleuk. Zo staat ze nu op. Ja, superleuk. Ja? Duim. Oh, nee. Dat echt leuk. Ook de liedjes en zo. De meeste liedjes waren heel erg leuk. Maar het was een leuke show. Het was ook wel echt... Leuk dat het publiek mee kon doen. Ja, ik vond het ook wel leuk. Superleuk. Interactief, leuk, gezellig. Een duimpje omhoog. Ja, dat gaat ook makkelijk. Ja! Vooral ook dat gewoon de vrienden zo meededen. Ja, dat iedereen er was. En oma Miep, jongens. Ja, oma Miep was in de zaal. Heel leuk. En ik kwam op het laatste op het podium en die was zo schattig. We gaan weer ijsje eten en dan zien we jullie later. Hey. Dag, hè? Nou, ik ben thuis en ik kwam in mijn kamer in. Ineens hangen hier allemaal vlaggetjes. Superleuk. Het was echt een onwijs leuke dag. Ik heb echt leuke cadeautjes gehad. Het was echt super gezellig. Lekker veel gegeten. En het was heel erg leuk. Iedereen heel erg bedankt ook voor alle felicitaties. Hier hangen nu nog 1000 ballonnen. Maar weet je wat? Als jullie dan gewoon eventjes allemaal op die abonneerknop klikken. Hier beneden. Het is helemaal gratis. Dan kan ik je even veranderen in de 5. Nee, grapje. Nou, eigenlijk is het geen grapje, maar doe maar even als je dat leuk vindt. Maar het was gewoon een hele leuke dag. Ik vond het heel erg gezellig. En ik zal jullie bedanken voor het kijken. En vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Te abonneren, te reageren. En dat zou ik zeggen, tot de volgende keer. En laat me weten wat je ervan vond. Doei doei!